Ik ben Anna Drijver en ik ben high profile supporter van UNHCR Nederland. Op dit moment ben ik op bezoek in Polen bij UNHCR in een van de 12 Blue Dots. Dat zijn centra waar ze de vluchtelingen opvangen en helpen met de allereerste hulp. Op dit moment is de oorlog nu 3 maanden bezig en er zijn al 15 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het zijn bijna alleen maar moeders met kinderen. Polen ontvangt ontzettend veel vluchtelingen. 1,2 miljoen mensen is op dit moment hier opgevangen. Er wordt allerlei hulp gegeven, medische hulp, psychische hulp, ook een plek voor kinderen om te spelen. En ook de kwetsbare groepen worden hier opgevangen. LHBTQI-mensen of mensen met een beperking of vrouwen of kinderen die op een andere manier kwetsbaar zijn. Vandaag ontmoette ik hier in het Blue Dot Centrum ook Anna. Zij is gevlucht met haar dochtertje. En ik vond het heel fijn om van haar te horen waar ze behoefte aan heeft. En dat ze hier een veilige plek heeft waar ze haar kind onder kan brengen en ook een moment voor zichzelf heeft. Al die dingen worden verzorgd door UNHCR.